Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Normaal gesproken zit mijn vriend Stekel hier naast mij. Vandaag staat hij hier met een camera. Olaf Molenveld, daar gaan we straks mee praten over zijn Magnetic I.O. en de dienst Vamp. Maar eerst eventjes Stekel die gaat laten zien waar we hier eigenlijk zijn. Want we vertellen iedere week wel dat dit De Waag in Amsterdam is, maar dit is een prachtig pand. Een prachtig pand met heel veel geschiedenis. En Stekel verzorgt de rondleiding. Hij laat nu eventjes zien dat de man waar jullie veel over horen, Johan Schaap, aan de linkerkant in beeld zit. Nu eventjes prominent. Het zijn meestal mensen die daar heel veel moeite mee hebben. Daarom zoomen wij even extra in. Ook op Martinez, die de techniek iedere week verzorgt. De regisseur is. Het is een eenmans operatie hier altijd. Hij doet het geluid, hij doet het beeld. Hij zorgt voor de sfeer. Vanuit die hoek gebeurt het eigenlijk allemaal. Dit is de studio, dit is ook een vergaderruimte. Vanuit die studio kun je naar links in het pand en dan kom je in een soort vergaderhok, zeg maar. Een prachtige hoek van het pand zou ik willen zeggen. Ik zou daar ook nog eens een keertje vanuit willen zenden. Helaas kunnen we nu onvoldoende uit de ramen kijken. Anders kon je nog zien wat een mooi uitzicht we hier hebben op de Nieuwmarkt. Stekel loopt nu naar de grote zaal. Af en toe hebben we een klein beetje moeite met de verbinding, maar daar kijk je wel doorheen, neem ik aan. Laat jullie eventjes zien. We hebben hier vorig jaar een uitzending van Topnames on stage gehad. Zullen we het komend jaar zeker weer hebben. Op de muren allemaal spreuken die vertellen dat dit pand een enorme geschiedenis heeft. En kijk eens dit beroemde schilderij. Dat gaat eigenlijk over deze locatie. Hier leerden vroeger de aankomende chirurgen opereren op de lijken van veroordeelde misdadigers. Dus dat heeft een prachtige geschiedenis, dit pand. In ieder hoekje, er is eigenlijk hier geen hoekje van het pand hetzelfde. Van buiten lijkt dat wel zo, maar er is hier ook veel verbouwd aan de binnenkant. En het rondje van het pand is veel groter. Dit is eigenlijk het rondje van de bovenverdieping. Stekel, het kwam allemaal luid en duidelijk binnen. Dus neem plaats en we gaan praten met Olaf Molenveld over Magnetic I.O. Moet jij nog eventjes aankoppelen? Eventjes nog je microfoon er eventjes verbinden. We beginnen alvast. Olaf, ik heb een hele simpele vraag en in jouw geval misschien ook best wel een ingewikkelde eigenlijk. Wat doet Magnetic I.O.? Heb je wel eens bij de Bijenkorf in de dolle dwaze dagen online gewinkeld? Dat heb ik niet, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dan krijg je zo'n mooi geel scherm, staat u bent bezoeker 3680 en over 3 uur bent u aan de beurt. Dat lossen wij dus op. En wat je tegenwoordig ook wel vaker ziet is: deze site is even uit de lucht, we zijn bezig met onderhoud. Dat lossen wij dus op. Daar gebruiken wij technologie uit Silicon Valley voor, die ontwikkeld is bij Netflix, Twitter, Airbnb. En die hebben wij in een product gestopt wat ook voor bedrijven die niet 500 MIT-studenten of professor in dienst hebben, ook toepasbaar is. Maar leg even uit, wij lossen dat op. Wat bedoel je daarmee? Dat zijn technologisch best wel ingewikkelde dingen om te doen. Dat zijn eigenlijk waardoor dat komt, is dat websites het lastig vinden om op te schalen als het heel druk wordt. De computercapaciteit gaat niet mee. De piekmomenten kunnen exact. Ze niet aan. Nou, dan moeten de mensen echt uit hun bed worden gebeld en die moeten dan computers insteken. Nou, dat gaat allemaal niet zo snel. Of wat ook vaak gebeurt is natuurlijk dat de software moet worden geüpdate. En nu is het dus zo dat er dan echt een stekkertje uitgaat en dan gaat er iemand op een computer knutselen. En wat wij doen, is dat we eigenlijk dat schalen automatisch maken. Maar nog belangrijker, wij maken het zo dat je nieuwe versies van software naast de oude neerzet. En dan het verkeer kan afsplitsen. Hey, ik heb een mooie klant voor jullie. Ik zou voorstellen dat Apple kan bij jullie wel klant worden. Want dat is nog steeds zo'n site die af en toe eventjes één of twee keer per jaar. Dan gaat het grote nieuws van de Apple site. Ja. De winkel is eventjes down. Dan denk ik, moet dat nog in deze tijd? Of is bij hun ook een onderdeel van de marketing? Nou, ik vermoed dat als de hele wereld op een gegeven moment begint te kijken, dat het kostentechnisch een beetje een lastig verhaal wordt. Dus dit is natuurlijk niet een 100% sure shot oplossing, maar 99% van dit soort oplossingen kan je problemen kan je er technisch wel mee oplossen. Ja. Ja.
Hey, en de keren wanneer ik het meemaak is vaak bij voorverkopen. Van een festival, ik noem maar wat, Filmfestival Rotterdam of ITVA. Dat soort festivals waar je op een bepaald moment iedereen daar naartoe komt. En ik inderdaad als leek denk dan elke keer, elk jaar weer van... Ja, maar weet je, dit probleem moet toch vaker voorkomen. En je zegt van, dat komt vaker voor. Ja. Alleen weten ze bijvoorbeeld jullie nog niet te vinden. Nou, het is gebouwd op een aantal voorwaarden, zoals de cloud... En containertechnologie, wat de laatste tijd door Docker, zijn bedrijf het Valley dat vrij groot is geworden, steeds meer gebruikt wordt. En die dingen die moesten er eerst eigenlijk zijn om dit te kunnen doen. Ja, wat doet Docker dan precies? Dat is een Docker product van jullie, hè? Nee, dat zou ik willen. Oh, nee, sorry, dan heb ik dat verkeerd begrepen. Nee, Docker is eigenlijk een spin-off uit een soort cloudbedrijf. En die hebben dat intern voor zichzelf gemaakt. En die dachten van, oh, dat cloudbedrijf van ons, dat gaat nergens naartoe. Maar dat Docker-dingetje, dat is heel erg populair in één keer. Eigenlijk is het een zip-faaltje voor webfunctionaliteit. Dus als ik jou bijvoorbeeld een Word-documentje stuur... en ik weet niet precies welke computer je hebt... en of dat via de e-mail wel goed gaat... dan stop ik het in een zip-faaltje. En dan weet ik in ieder geval dat jij het uit kan pakken en dan komt het goed. Nou, dat heb je bij webfunctionaliteiten. Had je dat nooit, want dan was het altijd zo van... nou, mijn computer werkt het. En dan gaf ik het aan de testers of aan de Schubert-Phillips mensen... die het in productie moesten nemen... En die zeiden, nou, dat werkt hier helemaal niet. En dan moest iedereen gaan zoeken en dan bleek dat je versie dit van dat programma niet had. En een Docker is eigenlijk, je stopt alles in die container wat nodig is. En dan geef ik jou die container, jij pakt hem uit. En dan heb je alles wat nodig is in de goede versie, staat op die computer en het draait gewoon. En dat is natuurlijk, dat klinkt heel logisch. En dat is vaak ook zo, containers klinken ook heel logisch achteraf. Ja. Dat je denkt van, heeft iemand dit niet eerder bedacht? Maar het is er in één keer en het is makkelijk te gebruiken. En daardoor is een aantal dingen weer mogelijk geworden die daarvoor lastig waren. En je zei, gebruiken technologie uit Amerika? Uit de Valley, zeg maar. Maar bedoel je, gebruiken een concept wat daar vandaan komt? Of ben jij eigenlijk, of licenseer jij technologie? Nee, eigenlijk wat je ziet is dat bedrijven als Netflix, Twitter, Airbnb, die ontwikkelen dit soort technologieën in huis... Ook containers is bijvoorbeeld bij Google ontstaan, 8 jaar geleden misschien al wel. En op een gegeven moment gaan ze dat open sourcen. Dat is een marketing tool voor dat soort bedrijven, maar ook een manier om andere bedrijven aan zich te binden, et cetera. En dat soort technologieën, geopen source technologieën, die gebruiken wij. En daar bouwen wij dan weer onze eigen toevoegingen omheen en maken het makkelijk bruikbaar. Want niet iedereen is Netflix en niet iedereen is Twitter. Nee. Hey, en waarom ben je dit gaan doen? Nou, ik zat hiervoor bij Mirabeau, dat is een van de grootste full-service internetbureaus. En daar zag ik eigenlijk vanaf 2013, kreeg ik steeds vaker de vraag van klanten van... waarom duurt het nog steeds x weken of maanden voordat ik iets nieuws online heb? En waarom is dat zo moeilijk? En waarom gaat het toch steeds fout? En dat is niet zozeer een mensenprobleem. Maar vaak is dat een probleem door dat versiebeheer bijvoorbeeld. Dat die omgevingen niet hetzelfde zijn. En bedrijven moeten steeds sneller en ze moeten steeds... meer schalen. Consumenten verwachten gewoon dat het net zoals Google of Netflix werkt. En dan heb je een slecht verhaal als je zegt van... ja, weet je, bij ons duurt het een half jaar voordat we een extra land hebben toegevoegd. Dan zeggen ze, ja, maar Netflix kan net in één persconferentie... 30 landen bij de wereld toevoegen. Ja. Dus bedrijven die willen dat. Die zeggen van, als zij het kunnen, waarom kunnen wij dat dan niet? En toen kwam Docker in één keer, begin 2014, een beetje op het podium. En toen hadden wij zoiets van... De cloud is nu eigenlijk geaccepteerd. Dat was 2 jaar geleden nog het omgekeerde. Zei iedereen van ja, de cloud, ik weet het niet, mag niet. En nu is het andersom. Dus waarom zijn we eigenlijk niet in de cloud? En Docker en die twee dingen samen hadden we zoiets van... De computercapaciteit wordt elastisch. Dus je kan in de cloud gewoon makkelijk extra computers toevoegen. En je kan die computerfunctionaliteit in die container stoppen. Die twee dingen samen maken eigenlijk dat je in één keer heel makkelijk kan opschalen, terugschalen... maar ook gewoon heel makkelijk nieuwe versies van die software naast elkaar kan zetten. En toen had ik zoiets van, daar zit een markt. En toen zijn we eigenlijk begonnen met een e-commerce product. Want we dachten, e-commerce, daar wordt geld verdiend. Ja. Daar zit de grootste behoefte, hè, de G-Stars, de Bijenkorf. Maar daar zie je dat de e-commerce managers vrij behoudend zijn. Die hebben zoiets van, ja, maar ik koop liever van IBM iets. Maar het product dat we aan het bouwen waren, daar zat die FAMP eigenlijk als een interne oplossing onder. Voor onszelf gebouwd. En dat zaten we op meetups over te vertellen. En daar werd echt gelijk onmiddellijk op gereageerd door allerlei architecten van banken. Echt techneuten die zeiden van dat e-commerce product, dat interesseert me niet zo heel veel. Maar dat FAMP wat daaronder zit,
Ja, dan wil ik toch nog even vanuit de totale leek eventjes. Vamp. Ik lees het even voor. De website, The Very Awesome Microservices Platform. Daar staat het voor. Vamp. Empowers developers and operations engineers to build applications using a service-oriented event-driven architecture. Vamp enables continuous delivery and an agile development culture by building upon container technologies. Ja, dat is een hele mooie bingo. Ik snap er helemaal de bal van. Nee, wat doen jullie nou eigenlijk? Nou, kijk, hier. Ik heb twee flesjes. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja, ja. Hoe het voordat je containertechnologie er was en de dingen die wij bouwen, was het zo van, ik had een flesje. Nou, laten we zeggen dat het flesje niet helemaal goed was. Er zat geen dop op. Ja. Nou, het flesje draait, maar dat gaat niet helemaal zoals de klant het wil. Wat er dan gebeurt, is dat het flesje weg werd gehaald. Dan ging iemand wekenlang een dopje erop schroeven. En dan zeiden ze, volgens mij is het nu gefixt en ik zet het weer terug. Ja. Nou, dat betekent dus dat er een tijd is dat het dat het weg is. Dat de dienst er niet is. Dat de dienst er niet is. Ja. Ja. Wat wij nu doen is dat we zeggen, het flesje is niet goed. Het staat daar. Maak snel een nieuw flesje met een dopje erop. Zet dat naast het oude flesje. Dus je gaat niet het kapotte flesje vangen. Je zet het goede ding ernaast. En in plaats van dat je dit dus gaat vervangen, ga je het verkeer, de bezoekers, ga je van het slechte flesje naar het goede flesje doen. En dat doe je niet in één klap, de Big Bang approach, want dat gaat altijd fout. Ja. Dat is typisch waardoor je sites uit de lucht ziet klappen. Maar je zegt gewoon van, laten we nou als eerst 5% van onze bezoekers met een bepaalde browser of uit de regio Amsterdam, precies, naar dat nieuwe flesje sturen. Dan gaan we eens even kijken of het allemaal daadwerkelijk wel goed gaat. Ja, want je noemt ook heel nadrukkelijk agile. En dat is onderdeel van dit proces. Dus je zegt, op het moment dat jij een nieuw flesje hebt bedacht, waarvan je zeker weet dat het in Chrome werkt, dan zet je het er alvast naast. Ja. En dan ga je het verkeer wat via Chrome op het oude flesje binnenkomt vast herrouteren naar het nieuwe product. Ja, het is eigenlijk terwijl je verder werkt aan de vervolmaking van het product. Ja, het is eigenlijk heel bijzonder dat Picnic, hè, bijvoorbeeld de online grocery shop, die begint gewoon in Amersfoort. Je kan alleen maar in Amersfoort met de app dingen bestellen. Iedereen vindt dat volkomen logisch. Maar voor het internet of voor websoftware is het altijd Big Bang. Je vervangt gewoon het complete ding en dus ja, dat is wat we met Apple dan zien, dat wij allemaal tegelijk moeten updaten naar een nieuw systeem, toch? Ja, en als je bijvoorbeeld kijkt naar Facebook en Spotify en Netflix, die doen dat dus de hele dag door, dit soort. En Booking.com overigens ook hier uit Amsterdam. De kans is dat jij en ik volledig andere versies van Facebook zien. Want ze zijn continu dit soort experimenten, dat noemen we canary testing. Ja. Dus je bent continu nieuwe versies naast elkaar neerzetten en jij krijgt die en jij krijgt die. En dan gaan ze kijken of het werkt. En als het goed werkt, schaal je het op. Als het niet goed werkt, gooi je het ook weer weg. Ja. Dus dat is de grap. Hè? Als je echt maandenlang aan iets zit te bouwen en je zet het in productie, dan mag het niet meer fout gaan. Dan gaat niemand meer realistisch kijken van, is dit nou eigenlijk wel, doet dit wel wat het moet doen? En dan is hij dan al lang blij dat het af is. Ja, maar als ik het dan helemaal plat sla, is het dan wat jullie doen vergelijkbaar met de ontwikkeling van de, in softwareontwikkeling van de waterfall-methode naar de agile-methode? Ja, het past exact in agile, scrum, lean. Ja. Eigenlijk is het continu verbeteren. Dit maakt het mogelijk om met minimale risico's continu in kleine stapjes te verbeteren. Ja. En je gooit niks weg en je haalt niks offline voordat je, weet je wel, de bewezen alternatieven in de lucht hebt. Ja, je ontwikkelt eigenlijk is het gewoon parallele dimensies. Of universum. Je zet gewoon verschillende realiteiten naast elkaar en je kijkt welke het beste werkt. Ja. En daar schuif je in één keer iedereen uiteindelijk naartoe. Hey, je had het gezien. Je hebt het daarna bedacht hoe kunnen wij daar van toegevoegde waarde voor zijn. Je zei in eerste instantie dachten we dat het met de e-commerce ging werken. Dat was niet helemaal. Techneuten sloegen aan op dit VAMP idee. Ja. Was dat voor jullie lastig? Is het voor jullie lastig dat je zo'n technisch verhaal hebt, zeg maar, als verkoopargument? Zeg maar, hoe breng je het aan de man? Of zijn die technische mensen die hierop op los gaan, zijn die belangrijk genoeg in de organisatie om snel stappen in te kunnen zetten? Dat is een interessante vraag. De technische mensen begrijpen dit heel goed, maar die vinden het weer moeilijk om het intern te verkopen. En tegelijkertijd is er ook vanuit business een hele grote urgentie om sneller en beter te gaan. Dus die vinden elkaar heus wel, maar wat we eigenlijk zien is dat wat wij doen is zo
nieuw voor met name operations. De mensen die zorgen dat software in de lucht blijft. Dat dit nog voor heel veel bedrijven lastig is om die stappen te maken. En dat is eigenlijk, we zijn dit al vanaf begin 2014 aan het doen. We zijn 2 jaar bezig. We hadden gedacht dat de markt wat sneller zou bewegen. We zien nu eigenlijk pas de laatste maanden dat bedrijven nu de software in place hebben waar wij weer bovenop zitten. Dus je ziet wel dat het lastig is om al die onderliggende puzzelstukjes klaar te hebben. En dat tijd kost. En er zit ook vaak een politieke component. Want als je eerst 100 mensen onder je hebt als lijnmanager die je datacenter managen. En wij komen daar en zeggen van, ja luister maar, dat gedoe met de hand servers opschalen hoeft helemaal niet meer. En je kan het met 5 of 10 man doen. Nou, dat die orde van grootte is. Ja. Bedrijven als PayPal en zo, die gebruiken dit allemaal. Niet onze software direct, maar die gebruiken soortgelijke technologieën. Die gaan 50% tot 100%, dat 100% is niet helemaal goed, maar die reduceren hun infrastructuurkosten en ook de mensen eromheen echt bizar hoog. Dat kan ook allemaal door die technologie. Ja, dat is niet tof om van 100 mensen naar 20 mensen terug te gaan in een bank of zo. Dan ben je niet meer zo belangrijk. Je budgetten worden gereduceerd. Die mensen worden vaak afgerekend niet op effectiviteit of KPI's, maar gewoon op... Heb je budget opgemaakt aan het einde van het jaar? Dus dat is wel vaak wat je nu ziet wat er opgelost moet worden. Ja. Hey, en jullie technologie, is het zeg maar onafhankelijk van waar de internettechnologie van een bedrijf opgebouwd is? Nou ja, wij ontwikkelen het in Java, wat natuurlijk een heel gangbare stack is. En wat je op zowel op Microsoft Service kan draaien als op Linux en zo. Dat is wel belangrijk, want veel van onze potentiële klanten die zitten in bijvoorbeeld de overheid of medische zaken. Dus het kan niet altijd in een public cloud, het moet ook op een eigen datacenter kunnen. Maar in principe zijn wij noemen het agnostisch. Wij zijn onafhankelijk van of je het op Amazon of op Azure of op je eigen datacenter draait. En dat is ook eigenlijk mede door de technologie die wij eronder gebruiken. Want die abstraheert eigenlijk de onderliggende computerinfrastructuur weg. Eigenlijk kan je eigen Amazon cloudjes bouwen. Heel makkelijk. Ja. Dus je kan dezelfde trucjes doen als die Werner Vogel met Amazon op grote schaal doet, maar dan in je eigen datacenter. En als je die vergelijking maakt met Amazon, is het bij jullie zeg maar qua prijsstructuur, is dat een even schaalbaar ding? Dat is waar Amazon natuurlijk ook bekend door is geworden. Ja, wij zijn geen SaaS-product, we zijn geen cloud-product. Onze software kan je downloaden en gewoon installeren, of op Amazon of op je eigen computers. Het is open source, dus het is gratis. Dat is meer voor tractie in de markt en adoption voor technologie mensen. En we zijn op dit moment bezig in kwartaal 1 om een commerciële variant daarbovenop te bouwen. En dat gaat veel meer over dashboards, wizards, grafische tools om het makkelijker te maken. Is dat ook jullie businessmodel? Ja. Bereik bouwen door het gratis weg te geven, open source en dan de added value te zoeken in een betaald model? Ja, het is te vergelijken met hoe Elasticsearch dat doet of VMware. Kijk, de core van VMware is ook open source, maar alle management tooling eromheen, daar wordt voor betaald. Dus de grotere bedrijven die gaan op een gegeven moment daarin. En wij bieden ook gewoon SLA's, dus servicecontracten of support op een open source model. Maar Amazon is een per tik model als het ware. Je huurt als het ware hun infrastructuur. Ja. Bij ons is het zo dat je voor die commerciële add-ons betaalt. En dan zit er wel een soort staffel op. En die staffel heeft meer te maken met de grootte van je cluster. Ja, dus hoe meer machines je eronder hebt, hoe... En geef eens een paar voorbeelden van wat voor soort klanten jullie dan hebben. Wat zijn jullie belangrijkste, grootste, meest aansprekende klanten? En waarom hebben die dan jullie software nodig? Nou, we hebben nog niet formele klanten in de zin omdat we nog geen betaald product hebben. Daar zijn we mee bezig. Maar we doen projecten met de Rabobank, met ING, met Exact, de boekhoudsoftware. Maar wat is voor dit soort klanten, zijn de grote namen, wat is dan de belangrijkste reden om jullie software op te installeren? Eigenlijk 3 dingen. Eén is brand damage, dus offline zijn of een storing hebben. Is gewoon... Echt... Ja, nu, jij noemt de ING, ik ben daar toevallig klant. Ja. Ja. Dus ik krijg 1 keer in de 4 weken gemiddeld een mailtje... dat het internetbankieren vannacht tussen 2 en 4 niet bereikbaar zal zijn vanwege onderhoud. Even los van de onverwachte momenten dat het niet bereikbaar is. Maar het gaat over die structureel geplande momenten. Onderhoud is meestal updaten. Ja, vaak wel. Gaat het daarover? Ja.
Ja. Ja, dus dat zijn voor hun belangrijke dingen om dat eruit te trekken. Om de moeilijkheid van nieuwe releases. Want het is echt letterlijk bij heel veel bedrijven nog. Iedereen, alle hands aan dek, kaarsjes aansteken, wie er ook. De maan en de planeten moeten in een bepaalde constellatie. En dan maar hopen dat het goed gaat. En dat is dus een van de redenen waarom onze software interessant is. Tweede is schalen. Niet alle bedrijven hebben dat probleem, maar heel veel bedrijven hebben wel een soort van piek. En uh-huh. Dan zie je dat de infrastructuur bijvoorbeeld echt zwaar overgedimensioneerd is. Dat het gemiddeld op 5 of 10% gebruik draait, zo'n machine. En de rest van de tijd niks staat te doen. Dus daar kan je natuurlijk efficiënter mee omgaan. Dat is ook vanuit groene milieuoverwegingen interessant natuurlijk. En het derde is dat testen, dat canary testen. Van gewoon, hoe krijg ik eigenlijk zo snel mogelijk een idee in productie om gewoon te valideren of het daadwerkelijk goed is. Want het onderzoek is gebleken dat 60-90% van alle initiatieven die er binnen een bedrijf worden bedacht, gewoon de metrics die ze zouden moeten verbeteren, niet verbeterd. Dus we zijn echt super slecht in het voorspellen of iets goed werkt. Weet je, je blijft wel praten in een soort van grote containerbegrippen. Dat zie ik ook op jullie site. Het onbereikbaar zijn, dat stopt de innovatie. Wij helpen te zorgen dat je kunt innoveren. Ja. Wat staat er dan in jouw SLA? Garandeert die dat de ING nooit meer onbereikbaar is? Nee. Wat staat er dan in? Onze SLA. Ja, jullie garanderen de ING. De ING installeert jullie software. Ja, wat gebeurt er dan? Wat verkopen jullie dan? Onze software is infrastructuursoftware. Dus zij moeten er zelf mee aan de slag om het in te richten. Ik weet niet of je Puppet kent of dat zijn. Hetzelfde, je kan het compleet verklooien daarmee of je kan het heel erg mooi ermee maken. Je moet er nog steeds handigheid in krijgen. Maar als je het goed inricht, kan je het zo maken dat de software die door FEMP wordt gemanaged gewoon binnen een paar seconden opschaalt. Op het moment dat de responstijd bijvoorbeeld trager wordt dan x seconden. Ja, maar heel concreet, jouw software maakt dat op het moment dat er te veel load bij jouw klant komt, dat je 20 servers bijschakelt, geautomatiseerd bij Amazon. Dat zou kunnen. Als je het zo. Het is echt tooling voor DevOps teams of voor technische teams die hiermee handmatige acties kunnen wegautomatiseren. Ja. Ja. Ja, wat we zien gebeuren is het. Toch een aantal mensen die bijvoorbeeld Bram Koster van MarketingFacts en Johan Schaap die er ook aanwezig zijn, eigenlijk allebei. Toen mensen die best wel een klein beetje of veel kennis wat mij betreft van de materie hebben. We snappen het toch nog eigenlijk niet helemaal. Bram Koster zegt bijvoorbeeld, leg uit. Is het nou een dienst om storingen zoals bij DDD te voorkomen? Of is het voor agile development? Is zijn vraag. We moeten nog proberen. Nog een vraag daarbij van Bram Koster. Kun jij bijvoorbeeld ook de problemen bij Ticketmaster oplossen? Dat is een piekvraag natuurlijk. Maar weet je, het is belangrijk. Als Adele naar Nederland komt. Het is belangrijk om te beseffen dat wat wij bieden is tooling. Het is vergelijkbaar met een Hilti klopboormachine of een hele mooie zaag. Je hebt nog steeds een vakman nodig die dat ding gebruikt. Alleen als hij het goed gebruikt, kan hij daar dingen mee doen die hij met die oude brakke gamma boor niet kon. Dus dat is belangrijk. Dit is tooling. Dus het is niet zo van, je koopt dit en dan automatisch nooit meer down. Werkt het allemaal. Nee. Dat tweede ding, of die eerste vraag, wat is het nou precies? Is het iets wat zorgt dat het nooit uit de lucht gaat of altijd performant blijft? En of is het nou tooling om makkelijk te testen? Dat is een interessante, daar zitten wij ook vaak mee te worstelen. Die twee dingen die raken elkaar technisch, want je hebt een soort vangnet nodig. Je wil eigenlijk dat die software altijd op een bepaalde manier blijft draaien onder een bepaalde snelheid. En pas dan krijg je het gevoel dat als dat vangnet er is, dat je ook makkelijk kan gaan experimenteren. Dus dat is een soort van zekerheid die er moet zijn. Maar als je mij vraagt wat is nou het allerbelangrijkste waar nu gewoon direct bedrijven op selecteren, is dat canary testen en releasen. Ik heb versie 1 en dan kan ik heel snel versie 2 ernaast zetten. Dan kan ik gewoon zeggen 5% van mijn bezoekers met Firefox uit Amsterdam naar de tweede versie. Kijken of het goed gaat. Als er één ding is, dan is dat ding waar de meeste bedrijven nu direct op aanslaan. Ja. Ja. En dat er daarnaast nog een heleboel dingen onder en omheen zitten. Dat is ook belangrijk, want die zekerheid moet er zijn. Want als het de hele tijd traag is of down is, dan ga je niet die AB-test doen. Dus dat moet er wel zijn. En het is onze uitdaging als techneuten om ons enthousiasme wat te temperen en te focussen. En zeggen van,
Nou, laten we één van die 10 dingen eruit pakken. Ja, ja. Even niet, en daarvan zeg jij, dat is zeg maar kunnen doorontwikkelen en testen in een live omgeving. Ja, want iedereen wil continuous delivery. Iedereen wil zeggen, ik wil snel kunnen releasen. Er zijn 100 miljoen tools om heel snel te kunnen releasen. Maar het is allemaal leuk en aardig. Maar als ik dan nog steeds dat ding down moet halen en dan zegt van, oh, we zijn even over een half uurtje komen we weer terug. We zijn bezig met de upgrade. Ja, dat kan gewoon niet meer, vind ik. Nee. Ja. Ja, nog los van het feit dat het dan toch blijkt dat het net niet goed genoeg getest is en heel vaak fout gaat. Ja, dat klopt, want het zijn vaak big bang releases. Want hoe langer je erover doet om te releasen, hoe meer je ermee komt in zo'n release, hoe meer er fout kan gaan. Hey, je zei, we zijn sinds 2014 zijn we hiermee bezig. We zijn begonnen eigenlijk met open source, dat mensen het vrijelijk kunnen gebruiken. En het verdienmodel is met diensten er bovenop. Hoe ver ben je nu met je betalende klanten? We hebben nog geen betalende klanten, want we hebben nog geen commercieel product. De verwachting is dat we dat eind maart de eerste versie van kunnen neerzetten. Ja. En jullie hebben investeerders gevonden die het mogelijk maken dat jullie deze tijd door kunnen komen om. We hebben tot nu toe onszelf, onze broek, gebootstrapped heet het dan in mooie investeerders. Ja. En we hebben onze broek zelf opgehouden met een. We hebben zelf geld neergelegd, we hebben het consultie eromheen gedaan. We zitten nu wel in de fase dat we er echt met angels, om het zo maar te zeggen, aan het praten zijn. Want nu is ook wel het moment gekomen om op te schalen. En wat je gewoon merkt is dat het lastige is als je nog geen betalende klanten hebt. Om echt de grote investeerders aan te halen. Te interesseren, ja. Ja, ja. Want die zeggen van, hey, voor betalende klanten. Hoe werkt dat? Want jullie werkten bij Mirabeau, of jij in ieder geval. Ja, ja. Bekend online bureau, voor wie dat niet weet. Een van de grote vijf, of top drie denk ik zelfs, in Nederland. Op het moment dat je daar intern een idee hebt, hè? Ik weet niet wat jij deed bij Mirabeau voordat je. Ik was strategic director. Strategic ik was verantwoordelijk voor de development afdeling. Oké, nou, dan heb je ook nog een belangrijke functie op het moment dat je zo'n idee hebt. Ik ken die wereld een beetje. Ja. Heel vaak is er zo'n discussie van, weet je wel, gaat zo'n bureau dat faciliteren? Ja. Gaan ze mee investeren? Ja. Of doen ze dat niet? Hoe gaat dat bij Mirabeau? Wat gebeurt er dan als jij Er was eigenlijk geen discussie, want Mirabeau is een consultancybedrijf. Ja. Dus die bouwt in opdracht maatwerk. Ja. En die ontwikkelt geen producten. En dat is echt wel een. Is dat heilig? Ja, en zo zitten wij er ook in. Hè? Wij zijn een productcompany, dat is heel belangrijk. Maar je had dus geen keus dan ontslag nemen? Ja, dat komt. Ja, en dat heb je gedaan. Ja. Of faciliteert Mirabeau dat dan nog? Want ik weet bijvoorbeeld van Tamtam, die doen dat wel eens. Hè? Ja, nee, Mirabeau, dat was. We zijn echt heel, heel fijn en goed uit elkaar gegaan. Ja. En we hebben nog steeds contact. Ja. Maar Mirabeau is geen. Die heeft niet gezegd, we gaan dat investeren of we gaan daar. Oké. Okay. Maar het is namelijk wel interessant, want een projectbedrijf versus een productbedrijf. Ja. Dat is een enorm verschil, hè? Het is een heel, heel groot verschil en dat is ook een belangrijk verschil om te kiezen. Want bijvoorbeeld een van de grote voorbeelden die ik daar dan zie is bijvoorbeeld Intershop, wat een Duits e-commerce bedrijf is, een belangrijke speler. En dat is de basis geweest van Demandware, wat ook weer een grote cloud-based e-commerce partij is. En die hebben het heel lastig gevonden om te kunnen opschalen. Want als je 80% van je omzet uit consultancy met consultancy verdient, maar je verkoopt in essentie een product met licenties, dan is het heel lastig om dat te turnen. Want je bedrijf drijft eigenlijk op consultancy dan. En dat ga je nooit goed opschalen, want dat is gewoon mensen en uurtjes. Ja. Dus je moet eigenlijk vanaf het begin die keuze maken. Zijn we gewoon een urenfabriek, om het zo maar even oneerbiedig te noemen, of maken we een product wat we gewoon global kunnen uitrollen. Want dat is natuurlijk het mooie van internet of een software. Als je een product hebt wat iedereen wil, dan is het letterlijk de digitale kopieermachine aanzetten. En, En dan, weet je, dat brengt in jouw geval, helemaal. Ja. Wat mij betreft ook wel bij jouw persoonlijke bedrijven. Want Mirabeau is natuurlijk een fantastisch bedrijf om te werken. Zeker in de functie waar jij zat. Ja. Wat doet jou dan besluiten? Om te zeggen van, nou ja, weet je, ik ga toch in een heel specialistisch
softwareproduct zitten waarvan ik me kan voorstellen dat je op een verjaardag ook nog best moeite hebt om uit te leggen wat je nou eigenlijk precies doet. Ja, dan komt hij met die twee flesjes en dan draait hij wat aan. Ik werk in ieder geval niet bij de NS, dus dat is een feestje zo altijd. Met Mirabeau heb je prominente klanten. Dan zeg je van nou, we zijn nu de app voor de NS aan het bedenken. Ja. Of ik weet niet, ik zeg maar wat hoor. Maar, de Mirabeau was voor mij wel een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat ik eigenlijk altijd ondernemer ben geweest. En, in mijn hart, in mijn geest dat gewoon ben. Ik heb daar heel veel geleerd, dat is heel interessant. Ik heb daarvoor ook gewoon 10 jaar een eigen bedrijf gehad. Dus voor mij was dat een beetje een soort uitzondering. Meer een tussenperiode. Ja, en weet je, ik geloof heel erg in de drie gouden cirkels van Martin Simek, geloof ik, heet die. Ik geloof heel erg in dat technologie is een tool. Ja. En die technologie is er gewoon. Het begint met de waarom vraag. Ja. Dat is de Simek, hè? Ja. Why? Waarom doe je dat? En dan hoe? En dan waarmee? Ja. De technologie is er. En het frustreert mij. Waarom zijn we dit begonnen? Gewoon uit frustratie. Het is er gewoon. Ja. Waarom wordt het niet gebruikt? Ja, het is lastig om te gebruiken. Of mensen weten helemaal niet dat het kan. Ja. Ik zit echt wel eens bij banken Dat was echt frustratie over sites die uit de lucht zijn. En omdat ze aan het updaten zijn. Dat je denkt, ja, dat hoeft toch helemaal niet meer. Ja, of dat ik denk, dat het kan. Ja. Netflix kan het, Amazon kan het, Google kan het. Weet je, je moet wel misschien een beetje slim zijn om te snappen hoe ze dat doen, maar het is niet. Het wordt publiek gemaakt, het wordt geopen source, er wordt over geblogd, er wordt verteld hoe ze het doen, wat ze leren. Ik vind het mooi. Mijn drijfveer is om die technologie te gebruiken om uiteindelijk klanten, consumenten beter mee te servicen. En een bedrijf, de mensen die bij een bedrijf werken, zich bezig te kunnen laten houden met interessantere dingen dan alleen maar met de hand elke keer hetzelfde kunstje te doen. Dus dat voel ik echt zo. Helder. Ja. Ja. Hey, helder. Allerlaatste vraag. Waar sta je over 2 jaar met je bedrijf? Over 2 jaar? Dan hebben we... Heeft hij net zijn exit gehad? Nou, dat is denk ik niet zo snel. Ga je nou dan worden geven? Nee, maar dan... we zitten in... Kijk, dan zijn we een global player. Dan zitten we gewoon ook in ieder geval in Amerika, ik denk Engeland, Duitsland. Daar hebben we nu al veel contacten mee. Azië is ook, staat Huawei bijvoorbeeld, die hangt aan de telefoon. Dus we zijn in ieder geval internationaal. En het belangrijkste voor mij is, en dat is de validatie ook, dat dit gewoon gebruikt wordt. En dat het daadwerkelijk doet wat de belofte zegt dat het doet. Dat is voor mij het belangrijkste. En laten we zeggen dat er dan 1000 bedrijven FEMP gebruiken om te schalen en om continu te experimenteren. En dat we veel minder last hebben van, we zijn even uit de lucht voor onderhoud. Dat lijkt me een mooie ambitie voor over 2 jaar. Oké, okay. Nou, Magnetico... Magnetic.io. Ja, dat is het bedrijf. Is en FEMP is de dienst. Ja, voor iedereen die denkt, hey, dat moet ik hebben. Ja. En je kan gewoon naar www.femp.io gaan en dan kan je downloaden. Het is open source, dus het is gratis. Er zitten mooie tutorials bij. Je kan het op je computer met 1 commandootje installeren. En dan kan je gewoon zien hoe het werkt. Ja, ja. Fantastisch. Oké, bedankt. Dankjewel. Komen we tegen die tijd nog graag een keertje over vertellen of dat gelukt is. Jullie, als jullie live kijken, bedankt voor het kijken. Van nu zo direct gaan we verder met Johan van Meel van Peak Capital. Kijk je onder die mand, dan weet je dat je die uitzending ook terug kunt vinden. Wij bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de lekkere biertjes steken. Vandaag drinken we de mannenliefde. Ja, wij wel. Hey. Ja, dus proost man. Proost. Ja. Als je die wil kopen, dan kan je dat bij Bier & Zo weer doen. Best lekker trouwens. Ja, heerlijk. Ja. 2ML is de dienst die ervoor zorgt dat de hosting bij ons goed geregeld is. En tot slot Streamzilla, die er iedere week voor zorgt dat we live bij jullie thuis kunnen komen. Tot zo direct. Dankjewel. Dag.